Waar is al die versiering voor? En heb jij die kleren voor ons neergelegd? Het is Buenos Dias. En ja, wat is er mis met onze tradities te omarmen? Ik omarm ze wel. Nee, jij gaat nou niet eten. Moet je niet gaan oefenen wat jij bent? Leer een paar mariachi-liedjes voorbij het avondeten. Abuela, zijn die chiquillos een beetje heter dan normaal? Het is maar een kleine hete chili. Vroeger aten wij altijd pittig eten. Dit vergroot jullie verdraagzaamheid. Jullie zijn watjes. Ja, complete watjes. Ik hou het veilig en neem wel een pannenkoek. Het zijn jalapeno pannenkoeken. Melk. Oh, melk. Zeg, Letje. Letje. Dat is Carlito's Ghost Pepper Letje. Hou het eraan! Mijn oog! Oh, no. Oh, mijn oog! Ay, mi ojo! Ay, mi ojo! Muy bien! Alsjeblieft, dat is tegen het opzwellen. Waarom zitten er overal stickers? Och, dat is om jullie wat sneller Spaans te leren. Roberto, dat ben ik. Rustig maar, ik heb voor iedereen een sticker. Kom snel naar de puerta. Hey, laat me erin. Ze schoot me zo op mijn pompies. Familia, waarom hebben jullie die kleren aan? Ga je omkleden? Abuela, wat is er aan de hand? Waarom die kleren? En de stickers. En het hete eten. Doe het nou voor mij, por favor. Ah, ze is geland. Het is te laat. Mama Lupe is hier. Ik moet haar gaan ophalen. Ik dacht dat je blij was om je moeder te zien. En ik ook. Ik hoop dat ze het bezoek overleeft. Overleeft? Hoezo? Ik wilde jullie daar niet mee opzadelen. Maar als mama Lupe ontdekt dat wij de familietradities niet voortzetten, dan ze... Ah, adios gaan, voor eeuwig. Ooit gaf mijn neef Tacho mama Lupe fastfood taco's. De schok werd haar bijna te veel. Misschien is het nog niet te laat. Dit kan ons vast lukken. We moeten ons omkleden, het appartement versieren en ik zal Spaans moeten leren. Ja! Ik voed jou de woorden, jij voedt mij de crackers. Deal! Mijn band kon helaas niet, maar ik heb een speciale gastgitarist. Paar, de bezorgjongen. Qué bonito. Wat? Harder? Oké! Hey! Wow! Ai, mijn gevel! Oké, we hebben het besteld. Wow! Hey, ga voor onderbroek. Ik heb mijn meesterwerk al. Ah, nee! Mama, kom weg! Mijn meesterwerk! Huh? Alles oké? Okay? Sergio? We zijn gestopt! Spaanse briefjes? Jij spreekt mijn taal helemaal niet. Je weet niet hoe je enchiladas moet maken. En die geit is duidelijk een hond. Dit is erger dan toen Tacho mij die fastfood tacos gaf. Heeft iemand fastfood tacos besteld? Oh, mi corazón. Oh, mama. Het spijt ons, mama Lupe. We probeerden Mexicaans te zijn. Zodat je hart niet, weet je? Was dit allemaal daarom? Opdat ik niet teleurgesteld zou zijn? Dat is precies wat een echte Mexicaanse familie zou doen. Mexicaan zijn gaat niet om pittig voedsel eten of een sombrero dragen. Het gaat om familia. Mijn hart voelde nog nooit zo. Hoe zeg je dat? Más suerte. Sterker. Paco, wat doe jij nou hier? Mama Lupe heeft ook een vertaler nodig. Hey, hoe is het, primo? Ja.